Oké, het is zover. Deel 2 van mijn lijpste miniserie ooit. Ja, het zijn ook maar 2 delen. Maar dan het slag. Het is wel heel lijp. Want waarschijnlijk hebben jullie deel 1 al gezien. Mocht je die nog niet hebben gezien, zeker weten even checken. Want ik had tot en met zeg maar level 40 had ik de Brawl Pass gekocht op een nieuw account. En mocht je hem nog niet hebben gezien, moet je nu even wegdrukken. Want ik ga nu laten zien welke knokkens ik toen heb gekregen. En 3, 2, 1. Boom! Dit zijn de knokkens die ik heb gekregen. Spike en Nani. Het is echt bizar. Het is echt heel bizar. Maar in totaal heb ik er 10 gekregen. 10 nieuwe crocs heb ik gekregen uit dozen. Dus dat is echt bizar veel. Maar we gaan kijken of ik mijn record kan verbreken. Want ik had ook een keer voor 100 euro op een nieuw account gekocht aan megadozen. Dat ik gewoon rechtstreeks megadozen ging kopen. Nou, ik kan dus nu meer kopen omdat ik gewoon de hele Brawl Pass koop. En ik krijg al vet veel meer dingen. Maar als ik nog 2 nieuwe crocs krijg, heb ik mijn record verbroken van toen. Dus ik denk dat dat wel goed gaat komen. En ik denk dat jullie dat ook wel denken. Maar als jullie zin hebben in deze video, smash dan duimpje omhoog. 3 likes op deze zieke Brawl Stars video zou heel nice zijn. Nou, zie maar hoeveel likes we gaan halen. En vergeet ook niet te abonneren en op dat belletje te drukken. Gaan we knallend richting 350.000 abonnees. En blijf je op de hoogte van al mijn Brawl Stars video's. En ook als ik een giveaway doe, ben je dan als een van de eerste erbij. Want ik had afgelopen week een giveaway gedaan. En ik had nog 2 giftcards van 20 euro die ik zou weggeven via Instagram. De winnaars daarvan die komen nu in het scherm. Dus gefeliciteerd jullie beiden. En dan zorgen we ervoor dat jullie de codes krijgen waarmee je een 20 euro giftcard krijgt. Maar dat gaat helemaal goed komen. Maar ik ga nu even de Brawl Pass helemaal kopen. Daarvoor moet ik natuurlijk weer allemaal edelstenen betalen. Dan ben ik benieuwd hoeveel ik overhoud. Want volgens mij hou ik nog wel 200 over of zo. En daarmee kan ik natuurlijk megadozen kopen in de store. En ik zag dat er een aanbieding was met 4 megadozen. Dus die gaan we dan ook kopen. Ik ben zo benieuwd wat we nog allemaal gaan krijgen. Ja, oké, ik heb alles gekocht. Hoeveel edelstenen hebben we nog over? We hebben nog... Hey, oh, 311 edelstenen open. Daarmee kan ik deze aanbieding kopen. En daarmee kunnen we dan ook nog gewoon megadozen openen. Dus we gaan nog zoveel meer kunnen openen dan alleen de Brawl Pass. Dat is heel nice. Maar ik zal eerst even de gratis doos openen. Het zou toch wat zijn als we daar een nieuwe knok uit krijgen. Maar we hebben nog 2 super zeldzame knokkers die we kunnen vrijspelen. Dat is namelijk Daryl en Jackie. Dat zijn 2 knokkers die ik sowieso verwacht deze video. Als we die niet vrijspelen, dan weet ik het ook niet meer. Oh nee. Ik wil het allemaal. Ik wil al mijn punten inzetten op Shelly. Dat ging even verkeerd. Ja, op Shelly ga ik ze inzetten. Zodat ik Shelly kan upgraden naar maximaal level. En dan kan ik misschien Shelly maximaal level krijgen. Had ik de eerste video ook al gezegd. Maar dat zou toch geniaal zijn als we Shelly maximaal level weten te krijgen. Dat gaat ook sowieso lukken. Want ik heb nog vet veel punten klaarstaan. Want hier heb je zometeen ook 500 van die punten. Ja, check dan. Dan heb ik sowieso Shelly maximaal level. En dan kunnen we gewoon maximaal level Shelly krijgen op mijn 2e account. Maar let's go. Eerste megadoos. Zou dit een nieuwe knokken zijn? Nee, helaas nog niet. Oh, maar zoals ik al zei, die super zeldzame knokken, die verwacht ik dus sowieso. Ik kan me haast niet voorstellen dat we die niet gaan krijgen voor maximaal level. Al die reacties, dat boeit me trouwens helemaal niet. Niet op dit account. Weet je, op mijn hoofdaccount is dat wel leuk meegenomen. Maar op dit account niet, want die ga ik toch niet heel veel op spelen. Maar ja hoor, het is er weer een nieuwe knokker. En dat betekent dat ik mijn record van vorige keer heb geëvenaard. En we hebben nog zoveel dozen te gaan. Dus het kan haast niet anders zo zijn dat we een nieuwe record gaan halen. Maar zou het een super zeldzame knok zijn? Of zou het misschien episch of heel misschien legendarisch zijn? Als het legendarisch is, dan word ik echt helemaal gek. Maar het is gewoon super zeldzaam. Daryl, oh, dat is wel nice. Dan moeten we alleen nog Jackie als super zeldzaam vrijspelen. Daarna hebben we alleen nog maar de echt zeldzame. Dan hebben we episch, mythisch of legendarisch wat dan nog overblijft. Maar dit is toch wel echt heel ziek. Maar ik zet deze punten in op Shelly. Boom! Dan kunnen we die upgraden naar maximaal level. Dus dat is wel echt heel nice. Boom! Maximaal level Shelly op dit account. Ik zal trouwens even op krachtlevel selecteren. Want dan, volgens mij wordt het dan ook geselecteerd op hoeveel punten je hebt. Ja, dan kan ik even kijken of ik Rosa bijvoorbeeld ook krachtlevel 7 kan krijgen. Die heb ik nu 6. Maar als ik die bijvoorbeeld kan upgraden naar krachtlevel 7, dan kan ik daar ook weer een gadget van vrijspelen. Dus dat is wel nice. Dan gaan we proberen Rosa ook maximaal level te krijgen. Maar we gaan verder. Want we hebben hier natuurlijk nog allemaal andere rewards staan. De bovenste rij heb ik trouwens bijna voltooid. Hier helaas niks uit. Maar dan hebben we natuurlijk die hele onderste rij nog. Maar we hebben nu in ieder geval wel een skin erbij. En dat is wel nice. Want we hebben natuurlijk Gil al eerder vrijgespeeld in de Brawl Pass. En nu krijgen we dan ook nog zijn skin. Dat is toch
toch wel geniaal. Waar heb ik Gil Sani? Heb ik hier zo staan. Boom! Lekker man. Dit ziet er wel baas uit. Maar we hebben hier nog 20 rewards staan. Met onder andere best wel wat megadozen. Dus ik ben benieuwd wat we nog gaan krijgen. Grote doos. Nee, geen nieuwe knokker. Ja, want Jackie die moet ik nog krijgen. Maar Jackie is wel een knokker waar ik sowieso van uitga dat we die gaan krijgen. Het zou me gewoon heel erg verbazen als we hem niet krijgen. Nu helaas nog niet uit deze megadoos. Gil krijgen we nog, Barley, Rico en nog tokenverdubbelaars. Hoeveel megadozen? We hebben 1, 2, 3. We hebben nog gewoon 3 megadozen hieronder klaarstaan. Dus dat is maar echt wel veel, man. 3 resterende items? Nee, helaas geen nieuwe knokker. En trouwens, mocht er nu zo'n item komen te staan, wil het natuurlijk niet zeggen dat het een nieuwe knokker is. Het zou ook een sterrenkracht voor Shelly kunnen zijn. Dus dat is wel een klein aardeltje. Dan denk je, oh, een nieuwe knokker. En dan is ze sterker. Maar als dat is het wel nice. Want dat betekent wel dat ik Shelly namelijk maximaal level heb. Hier kan ik niks mee, want we hebben geen nieuwe knokker. Ja, met die upgrade punten kan ik wel wat. Dan kan ik eventueel knokker upgraden. Maar ik krijg er geen nieuwe knokker of sterkracht voor. Hier ook niet. En dan deze knokdoos ga ik er ook niet van uit. Dat is ook het geval. Maar nu ga ik mijn punten inzetten op... Ja, Rosa, denk ik. Ja, ik zet ze in op Rosa. Oké, die kan ik trouwens upgraden. En ik denk trouwens dat ik Nita ook kan upgraden naar level 7. In ieder geval, daar ga ik vanuit. Ja, inderdaad. Dus dan heb ik Nita level 7. En Rosa, die heb ik nu ook level 7. Oké, dat is nice. Dus dat betekent dat ik van die twee knokkers ook gewoon een gadget kan vrijspelen. We kunnen gewoon knokken upgraden naar maximaal level. Het is echt bizar. Maar we hebben 6 resterende items. Het wil natuurlijk niet zeggen dat ik nu een nieuwe knokker heb. Want het kan dus ook een gadget of een sterrenkracht zijn. Maar het is wel insane hoeveel dingen we al hebben gekregen. Wat gaat het worden? Het wordt wel een nieuwe knokker. We hebben een nieuwe record. Ja hoor. En dat betekent dus dat we in deze hele Brawl Pass in totaal 12 nieuwe knokkers hebben gekregen. Waaronder een legendarische. Waaronder natuurlijk Nani als episch of mythisch. In ieder geval één van die twee. En we hebben natuurlijk ook Gil vrijgespeeld. Maar die speelt iedereen vrij. Maar die krijg je bijna nooit als je gewoon dozen opent. Dus al met al is het zoveel voordeliger om gewoon de Brawl Pass te kopen. Dan alleen maar... Oh, we krijgen nog iets. Maar dan alleen maar gewoon megadozen. Maar oh, wat gaan we krijgen? Kom op, als er nog een nieuwe knokker is, dan is het ziek. Het is Max. Wat? Wat? Dit is echt insane. Dat betekent dat ik nu 13 nieuwe knokkers heb. 13 nieuwe knokkers heb ik gekregen uit de hele Brawl Pass. Alleen uit de Brawl Pass. Het is echt bizar. En dan hebben we ook nog een megadoos en een grote doos te gaan. Het zou kunnen dat we nog iets gaan krijgen. Niet uit deze grote doos, maar misschien uit deze megadoos. Wat gaat het worden? Oh, 7 resterende items. Als er een nieuwe knokker bij zit, is het sowieso episch, mythisch of legendarisch. Oh, dit is heel chill. Woejo, dat we nu 7 resterende items krijgen. Maar het kunnen ook 2 gadgets zijn natuurlijk. Dat zou ook kunnen. We gaan erachter komen. De eerste is een gadget van Nita. En Nita's gadget is behoorlijk chill. Maar wat is de tweede? Het is Frank. Wat? Nee, joh. Nee, dit is niet normaal. Dit is niet normaal. Gewoon weer een knokker. Ik vind het zo bizar. Check de knokkers die ik nu allemaal heb. Ik zal het even op zeldzaamheid zetten. Kijk, we hebben Gil. We hebben Spike gekregen. Max hebben we gekregen. Frank, Nani. We hebben alle super zeldzame knokkers en alle zeldzame knokkers. Dit slaat gewoon helemaal nergens meer op. Hoezo heb ik zoveel geluk? Dit is toch niet normaal. Oké, maar we kunnen eventueel misschien weer knokkers gaan upgraden. Dat ik zeg maar nog meer... Oh, trouwens, ik heb natuurlijk nog punten die ik kan inzetten. Dit is mijn laatste reward. Op wie zou ik inzetten? Ik zet er wel in op Rosa. Want dan kan ik Rosa bijna ook upgraden naar maximaal level. Dan gaan we dat ook eventjes doen. Rosa, boom! En dan heb ik nog wel iets punten nodig, maar daarvan kom ik ook in de buurt. Zou ik Gil al kunnen upgraden naar kracht level 7? We gaan het even kijken. Nee, nog net niet. Hier heb ik dan kracht level 6. Maar wel slijp. Wat een video is dit. Ik kan het gewoon nog steeds bijna niet geloven. Maar we hebben nog steeds 341 edelstenen over. Dus als je de Brawl Pass koopt en je koopt voor 100 euro, heb je dit over qua edelstenen. Ja, niet dat jullie dat moeten gaan doen, want de Brawl Pass speel je natuurlijk ook gewoon vrij door gewoon te spelen. Maar dan alsnog, mocht je het willen doen, dan heb je het op deze manier. En trouwens, voordat ik het vergeet te zeggen, als je zelf natuurlijk ook dozen wil kopen of dit soort aanbiedingen, check het natuurlijk. Ga dan even naar ikwiltegoed.nl en dan kan je zelf ook gewoon allemaal, zeg maar, Google Play kaarten kopen, zodat je zelf ook dozen kan openen. Maar uit de eerste megadoos van deze aanbieding krijgen we helaas geen nieuwe knokker of sterkracht. Ja, die kans was ook wel echt heel klein geweest. En trouwens, de link naar Ik Wil Het Goed staat in de beschrijving. Maar let's go! Volgende megadoos. Nee. Helaas, nog niet echt iets.
Maar we hebben hierna nog twee te gaan. En daarna kan ik natuurlijk gewoon met de edelstenen die ik heb nog meegenomen kopen. Maar dit is dan wel weer jammer hoor. Ik had wel verwacht dat we in ieder geval een gadget zouden krijgen uit deze meegenomen. Maar dat zou natuurlijk ook nog kunnen uit de laatste meegenomen. Want in totaal kregen we er 4 uit deze aanbieding. Maar dat is niet het geval helaas. Dus dat is een beetje jammer. Pokko krijgen we nog en nog tokenverdubbelaren. Maar ja, boeit niet. We hebben nog steeds 200 edelstenen. Ik zou ook een skin kunnen kopen, maar nee, dat gaan we niet doen. We gaan gewoon lekker 2 megadozen openen en daarna kan ik nog 1 grote doos openen. Maar weet je wat, we beginnen klein. We beginnen met de grote doos, gaan we daarna de 2 megadozen openen. Dat worden de laatste dozen van deze lijpe miniserie, of van deze lijpe video. Eigenlijk, dit eerste deel was super lijp, maar het tweede deel is eigenlijk net zo lijp, want het geluk uit dozen op dit account, het slaat helemaal nergens op. Maar we hebben 6 gesterende items. Het zou natuurlijk een knokker kunnen zijn, maar ik ga er eigenlijk vanuit dat we sterkracht of gadget krijgen. Maar ja, als we een knokker krijgen, dan is het wel echt heel nice. Nita krijgen we nog. Wat zou het zijn? Wordt het een knokker? Nee, het wordt een gadget. Ja, ik ging er eigenlijk al vanuit. Dan hebben we wel de gadget van Rosa, Nita en Shelly allemaal gekregen. Dus dat is wel echt heel chill. En ik heb trouwens nog steeds niet de sterkracht gekregen van Shelly. Dat is dan wel weer jammer. Want dan heb ik hem net niet maximaal level. Ja, want maximaal. Ja, ik heb hem wel maximaal level geüpgrade. Maar als je hem level 10 wil hebben, dan moet je natuurlijk een sterkracht vrij spelen. Maar we hebben nog 1 megadoos. Dus het zou in die laatste megadoos kunnen gebeuren. Maar daar gaan we achter komen. 6 resterende items. Dat is een en nee, helaas. Ja, het houdt natuurlijk ook een keertje op mijn geluk. Maar oh, wat een lijpe video was dit. Het slaat er helemaal nergens meer op. Een account waar nog nooit mee is gespeeld. Alle knokken zijn kracht level 1. En dan heb je gewoon Frank, Nani, Max. We hebben dan nog verder Gil. We hebben natuurlijk Spike, wat het allerziekste is. Dat we die hebben gekregen, dat slaat helemaal nergens op. Maar wat een lijpe serie was dit. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze soort van miniserie. Zo ja, vergeet natuurlijk allemaal niet dat duimpje omhoog achter te laten. En wat het grappige is, ik heb opdrachten nog niet eens vrijgespeeld op dit account. Je moet 300 trofeeën hebben om opdrachten vrij te spelen. Dus ik heb de hele Brawl Pass zonder opdrachten vrij te spelen. Oh, dat is echt insane. Maar dan was dit echt. Bedankt jullie voor het kijken. En dan heb ik tenslotte nog maar 1 ding te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, baas. Als je dit nou een leuke video vond, druk dan even op de video die hier tevoorschijn komt. Het is een soort gelijke video, dus waarschijnlijk vind je die ook wel leuk. En mocht je nog niet zijn geabonneerd, druk dan even hier. Dat is een abonneerknopje. Dan kan je abonneren en dan blijf je op de hoogte van al mijn video's. En word je natuurlijk lid van de Bowser Army. Let's go!